Dit zijn de kaartjes voor de vissen voor oktober. Fijn dat jullie er weer zijn, vissen. En ik ga werken met de universele liefdekaartjes. Meld je aan en abonneer, hè? Dan zou super fijn zijn. En de magische eenhoornkaartjes. Even vertalen. Nou, lieve vissen, ik ga eens even voor jullie kijken. 14 november geef ik een engelenavond hier in Elst. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, de informatie komt op dit kanaal. En dan ga ik nou voor jullie kijken, vissen. Mooi. Wish upon a star. Maak een wens en verwacht dan het beste ervan. Dus maak een wens. Laat los en laat het universum het voor je regelen. Maar dat gaat snel uitkomen dan. Prachtig. Mooi begin. Ja hoor, er ligt licht. Oh, maar een mooie maand voor jullie, lieve vissen. Maar het is belangrijk om het licht in jezelf en iedereen te zien. Dus omring je met positieve mensen. En vergeef mensen die wat verkeerd gedaan hebben, zodat jij verder kan, naar het licht, ja, licht kan voelen. Hè? Dus als er nog dingen zijn die nog losgelaten moeten worden of zo, dan kan jij verder. Dan kan jij doorstappen, zeg maar. Hij is echt hier omhoog en daar wil hij doorstappen. Het zijn ook de kaartjes van het innerlijke kind. Hè? Dus misschien een innerlijke kind. Kijk, ook hier die vrienden komen nog weer even op. Best friends. En echte vrienden blijven bij elkaar. Wat er ook gebeurt. Hè? Dus als je wees gewoon eerlijk naar jezelf toe, naar vrienden. En dan zie je wie je ware vrienden zijn. Maar voor je keelchakra is het weer goed om te zeggen wat je denkt. Mensen die dus positief zijn, die met dat licht naar die lichtkant gaan, niet naar die donkerte en naar negativiteit. We zullen eens even kijken, want de helende kracht van de universele liefdekaartjes, die zeggen dan van, oké, als jij een wens hebt gedaan en naar het licht toe gaat, dan krijg je misschien wel een bericht van, van je hogere zelf. Of het kan ook wel zijn dat er een bericht van een overledene of zo naar je toe komt. En let op de signalen, hè? De regenbogen, de veertjes, dubbele cijfers en zo. Maar misschien krijg je ook wel een mooie droom. Ja, luister naar je innerlijke stem en weet dat je prachtig bent, hè? Twijfel niet. Weet dat je prachtig, machtig en krachtig bent. En dan komt relaties. Hè? Ja, best friends en relaties. Dus wees helemaal eerlijk naar iedereen toe. Ook naar jezelf. Omring je met de juiste mensen. En in feite, als je goed voor jezelf zorgt, komen de mooie mensen ook op je pad. Nou, lieve vissen. Wordt een mooie maand voor jullie. Maak een wens en laat hem los. En omring je met de juiste mensen. En zeg wat je denkt. Stel je open voor berichten van je innerlijke stem. Van je intuïtie. Van je hoger zelf. En dan komen er mooie nieuwe mensen op je pad. Hele fijne maand. Veel licht en liefde. Meld je aan. En anders dan zie ik jullie graag weer volgende maand. Doeg!